Het blauwtongvirus onder schapen wordt een steeds groter probleem. Ook boeren in het land van Maas en Waal hebben ermee te maken. De schaaphouders in Maas en Waal wachten dagelijks in spanning af of hun schapen nog wel gezond zijn. In grote delen van het land worden de schapenkuddes gestoken door een mug, de knut die de schapen infecteert. Hierdoor krijgen zij het blauwtongvirus. De meeste schapen gaan hieraan dood, na een nare lijdensweg. Ook schapenhouder Tom Rijers uit Pijfelen controleert dagelijks meerdere malen zijn kudde. Ik ga 2 keer per dag naar de dieren toe en ja... Dat is een beetje met de vrees in de laarzen. De gevolgen van het virus zijn al snel zichtbaar. Het virusziekte tast de bloedvaten aan. Hij krijgt een hele dikke kop, omdat er dus heel veel oedeem, vocht in de kop en in de hals komt, in de bek komt. En daardoor kan hij dus stikken. Wat ze dan ook nog gaan krijgen is rondom de hoefranden aan de poten, dat ze daar... ook nog zweren gaan krijgen en dat de hoefranden los gaan laten. Nou, als de hoefranden loslaten, ja, dat is zo pijnlijk voor het dier. Het is in heel vaak van de gevallen een verstikkingsdood, ja. Omdat een vaccin voor dit type van het virus hier in Europa nog niet is toegelaten, kunnen de schapenboeren niet anders doen dan toekijken en hopen dat het niet toeslaat. Ook voor de toekomstige dieren kan dat gevolgen hebben. We zitten nu in de dekperiode, dus we hebben ook nog een groot probleem. Als de ram het krijgt, is hij 3 maanden minimaal onvruchtbaar. Dus ja, krijg je nog drachtige dieren. Normaal gesproken is de bevruchting, dan moet alles gunstig zijn. In de groei, opgroeien. Ja, nu krijg je in één keer een hele erge stagnatie. Plus een afwijking zeg maar, in de bloedvaten. Ja, je weet dan nu wat er inwendig gaat gebeuren. Sommige boeren halen de dieren in de nacht naar binnen om het virus tegen te gaan. Dieren opsluiten, dat zou helpen in de nacht. Ik ga ervan uit, oudere dierenartsen die zeggen van de dieren met rust, minste stress, wel behandelen voor pijn en van het koppel afhalen. En dan maar afwachten hoe het zich gaat verlopen. De hoop is dat, wanneer alle schapen virusvrij zijn, de muggen geen gelegenheid meer hebben om het virus over te dragen. Ik hoop dat het inderdaad kouder gaat worden, ja. Want dan is de knut minder actief. De knutjes zijn er altijd. Als alles dus zeg maar weer blauwtongvrij is, ja, dan kunnen ze ook niks meer besmetten. Aankomende week is het de week van de veiligheid. Om die reden rijdt er momenteel een zogenaamde ondermijningsbus door de regio. Ondermijning omvat vele vormen van georganiseerde misdaad waar we soms dagelijks mee te maken hebben, zonder dat we het in de gaten hebben. Met deze bus wordt voorlichting gegeven over hoe je ondermijning in het dagelijks leven kunt herkennen en welke gevolgen het heeft. Vrijdag stond de ondermijningsbus in Druten. Het doel van de ondermijningsbus is het geven van informatie over de schadelijke effecten van de georganiseerde criminaliteit op onze normale maatschappij. Dat doen we vanuit de ondermijningsbus. De georganiseerde criminaliteit die heeft invloed op ons. En op het moment dat we er last van hebben, dan heet dat ondermijning. Heel eenvoudig, je kunt er last hebben van het simpele feit dat criminelen hun drugsafval uit een ecstasy-laboratorium dumpen in de natuur. Dat moet worden opgeruimd. Het kost 12.500 euro per keer. Dat betalen wij als belastingbetaler. We zijn als Nederland de grootste ecstasy-producent ter wereld. Dus we doen dat best goed. Maar dat levert zwart geld op. Dat moet worden wit gewassen. In Nederland wordt 16 miljard euro per jaar wit gewassen. In de bus liggen vriendelijke hartjes. Dat is een manier om een persoon op slinkse wijze te betrekken zonder dat hij het doorheeft. Dat is de crime flirt. En die crime flirt die zie je ook bij Loverboys, maar die zie je ook bij de ronselaars die bij scholen staan om geldezels te werven. Of om inpakkers te werven voor je laboratorium of om uithalers te werven. En dat is natuurlijk heel actueel op dit moment in Rotterdam. Jongens van 14, 15 die een container ingejaagd worden voor 100 euro... om daar pakketten cocaïne uit te halen. De jongens die voor geld een tasje aan een deur hangen met een explosief erin. Dat gebeurt allemaal op dezelfde manier. De meest bekende drugs is wiet. Ik heb 1 geurtje van gewoon de normale hennep.
Maar op het moment dat ik aan de vrouwelijke plant neem en ik voeg daar een aantal pesticiden aan toe, bijvoorbeeld methanol, zoutzuur, arseen, dan ontwikkelt zich veel meer THC in het plantje en dan kan ik wiet maken. Dan heb ik het over een wietkwekerij. En die is illegaal. De voorlichting is gericht op alle doelgroepen, maar vooral op de jeugd. En juist omdat ze experimenteren, zijn ze heel kwetsbaar. Want nieuwe dingen zijn spannend. En daar richten we ons heel erg op. In de Nijmeegse Stadswinkel is donderdag een aangepaste versie van artikel 1 uit de grondwet onthuld. Op 17 februari is de tekst van artikel 1 officieel aangepast. Daarbij zijn seksuele gerichtheid en handicap toegevoegd als basis waarop discriminatie niet is toegestaan. Ja, achter mij is een nieuwe tekst van artikel 1 van de grondwet in de Stadswinkel op de muur toegevoegd. En dat hebben we net feestelijk geopend met een heleboel aanwezigen. Nou, deze tekst herinnert er ons eraan dat in Nijmegen iedereen meedoet en dat iedereen in alle gelijke gevallen ook gelijk behandeld wordt. En wat bijzonder is, is dat er afgelopen jaar 2 nieuwe gronden zijn toegevoegd. En dat is seksuele gerichtheid en handicap. Dus daarmee is de groep mensen die door de wet eigenlijk beschermd wordt, is groter geworden. En dat wilden we ook graag vieren. Wij komen dagelijks tegen dat mensen ons anders behandelen, dat we ergens niet naar binnen kunnen, dat mensen denken dat je 5 bent ondanks dat je al gestudeerd hebt. En dit is een heel mooi begin om te laten zien, jongens, we zijn allemaal gelijkwaardig. Ja, ik denk dat er wel hartstikke veel Nijmegenaren zijn die zich inzetten voor een inclusieve, veilige, gelijke stad. Maar het is fijn dat het hier nu zo groot op de muur staat en dat er ook een wet is om op terug te vallen. Abdelkader Banali heeft de schrijfopdracht van Nijmegen gekregen. De opdracht is om een boek te schrijven waarin Nijmegen een rol speelt. Verder krijgt Banali alle creatieve vrijheid. Het contract voor de schrijfopdracht werd donderdagmiddag samen met burgemeester Hubert Bruls ondertekend op het stadhuis. Gemeente Nijmegen stelt sinds 2015 subsidies beschikbaar voor romans waarin het verhaal zich afspeelt in Nijmegen. Op deze manier wil Nijmegen een plek krijgen in de Nederlandse literatuur. De auteur krijgt een bedrag van €30.000. Naar verwachting is het boek in het najaar van 2024 klaar. Vandaag staat er voor de kinderen van het Pax Christi College in Maas en Waal iets anders op het programma dan een normale lesdag. Techlokaal Maas en Waal organiseert voor de 4e keer een techniekdag om alle basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 en eerste en tweede klassers van de middelbare school kennis laten maken met techniek. Daarin kunnen ze namelijk dringend wat handjes gebruiken. Zij ervaren vandaag een voorproefje van hoe het is om in de techniek te werken. Maar liefst 1240 leerlingen boren, timmeren, schroeven, leren hoe een huis gebouwd wordt en nog veel meer. De technieksector kampt nog steeds met een tekort aan mensen. Een manier om dit hopelijk te verbeteren is leerlingen al vroeg in aanraking te laten komen met techniek. We hopen dat leerlingen weten wat er in hun omgeving is, want heel veel bedrijven zijn normaal deurdicht en die zien we niet van binnen. We hopen hiermee te bereiken dat leerlingen weten wat er in hun omgeving te koop is aan technische bedrijven. En dat leerlingen ontdekken dat de techniek misschien wel heel goed bij ze past. Dus dat er potentiële leerlingen naar de bedrijven toe komen. Kinderen hoeven zeker niet alleen te luisteren, maar mogen ook zelf de handen uit de mouwen steken en aan de slag. Ieder leerling bezoekt 1 bedrijf en de bedoeling is dat ze wat zien, horen, maar vooral ook doen. En dat doen kan heel verschillend zijn, het ligt een beetje aan wat het bedrijf organiseert. Maar om bezig te zijn en om vooral echt te ontdekken en te onderzoeken van hey, dit is techniek in praktijk, zo werkt het en ik vind het leuk of niet. We hebben een bedrijf wat bijvoorbeeld kinderen een elektrotechnisch werkstukje laat maken. In dit bedrijf worden stellingen gebouwd zodat er gemetseld kan worden. In weer hele andere bedrijven wordt er bijvoorbeeld een band gewisseld, een autoband, wordt gesoldeerd, wordt gelast, er wordt van alles en nog wat gedaan. De meeste bedrijven hebben allemaal een werkstuk, een opdracht, een iets wat past bij hun bedrijf zodat kinderen echt zelf aan de slag kunnen. Ja, dan kijken we even naar de sociale media. De Vierdaagse Feesten doet een oproep naar organisatoren van evenementen. Ze zoeken namelijk een nieuwe invulling voor Plein 44 tijdens de Vierdaagse Feesten. Hierbij wordt gezocht naar een soortgelijke invulling dat tot vorig jaar plaatsvond op die locatie. Dat komt neer op een groot podium met middelgrote programmering en bekende artiesten. Vanwege de ligging wordt er ook een dagprogrammering verwacht.
Mensen met een leuk concept kunnen dit tot 15 november indienen bij de Vierdaagse Feesten. Het evenement 024 Geschiedenis gaat vanaf dit weekend verder onder de naam Toen. Aankomende week vinden er door de hele stad spannende historische activiteiten plaats. Zo is er onder meer een reunie van naoorlogse kelderkroegen en een silent disco op de plek waar in de Tweede Wereldoorlog door het verzet pamfletten werden gedrukt. Het festival loopt tot en met 15 oktober. En de gemeente Overbetuwe kondigt op hun Facebookpagina het Romeinenfestival aan dat deze zaterdag plaatsvindt in Elst. Er zijn diverse oude ambachten te zien, er worden spannende Romeinse verhalen verteld en je kunt de oude Romeinse tempel bezoeken die onder de grote kerk is gevestigd. Daarnaast zijn er in Park Lingenzegen nog spannende gladiatorengevechten. Het was vandaag een beetje een winderige dag, maar tegelijkertijd ook prima weer met geregeld zon en zonder regen. Morgen zet het weerbeeld nog even door. Het blijft zo goed als droog en de zon zal in onze regio ook vaak aanwezig zijn. De temperatuur komt morgen uit op een mooie 21 graden. Zondag krijgen we met een dip in het weerbeeld te maken. De dag zal vrij grijs verlopen met een matige westenwind. Wat betreft de temperatuur is er nog veel onzekerheid, doordat de grens tussen warme en koude lucht precies over het land ligt. Voor nu wordt er ingezet op een maximum van slechts 17 graden. In de nieuwe week zal het kwik weer beduidend hoger uitvallen. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vrijdag 6 oktober. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NEC-update en aanloop naar de uitwedstrijd tegen Heerenveen. Daarna komen ook de nieuwste bioscoopfilms weer voorbij in Nu in de Bios. En wij zijn er maandag weer en ik zeg nu een heel fijn weekend.